gaan het vanavond hebben over Robert Jacob Gordon. Een zoon van Doesburg, maar een zoon die zijn strepen heeft verdiend ver buiten Doesburg. Dus waar u precies trots op bent, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hij heeft geschitterd 10.000 kilometer zuidwaarts. Maar goed, dat maakt Doesburgers niks uit. En gelijk hebben jullie. Hoe komt Robert Jacob Gordon in het rustige Doesburg nou in contact met die cultuur van de verlichting? Doesburg lag gelukkig voor Robert Jacob Gordon aan een waterweg. Nog altijd een handelsstadje. Via handelaren komt altijd informatie langs. Hij bevond zich ook vlak bij het universiteitje van Harderwijk. In Harderwijk kwamen heel erg veel Zweedse promovendi. Heel veel Zweedse studenten. Waarom naar Harderwijk en niet naar Leiden? Harderwijk was goedkoper. Je kon er voor een habbekrats je bul halen. Robert Jacob is gaan studeren in Harderwijk. En heeft ongetwijfeld een van die Zweedse avonturiers leren kennen. Want in een van zijn eerste reis naar de Kaap, waar we helaas heel weinig van weten, die heeft hij voor de eerste helft afgelegd in het gezelschap van een Zweedse onderzoeker. Thunberg heet hij. Maar in 1773 gaat Robert Jacob met deze Zweedse metgezel naar de Kaap. En hij maakt een reis van ongeveer een half jaar. En Robert Jacob heeft het heel slim aangepakt. Want na een paar maanden neemt hij al afscheid van die Zweed. En hij is aangewezen op een Hottentotse metgezel. En dat dwingt hem om het Hottentots te leren. En hij zal een van de weinige reizigers in de Kaap zijn die vloeiend Hottentots kan spreken. Robert Jacob komt terug van die eerste reis uit de Kaap. En hij heeft een 16-tal springbokken meegenomen. Want hij heeft een plan. Ik neem springbokken mee voor de prins van Oranje. Want hij weet dat in dat Europa van de verlichting kan een vorst van een beetje statuur niet zonder een diergaarde, een dierentuin. En je maakt de blitz met een dierentuin als je daar dieren hebt in rondlopen die geen enkele andere vorst heeft. Eén springbok zal het overleven. En die mag nog wat rondspringen in de diergaarde van Willem. Maar 3 jaar later is ook dit dier bezweken. Maar Robert Jacob heeft zijn winst binnen. Want de interesse van Willem de Vijfde, stadhouder van de Nederlandse Republiek en opperbewindhebber van de VOC, de interesse van zijn hoogheid in Robert Jacob Gordon is gewekt. En Robert Jacob weet de deal van zijn leven te sluiten. Hij mag naar Kaap de Goede Hoop om de bijna gepensioneerde commandant op termijn te gaan opvolgen. En tot het zover is, mag hij op kosten van de VOC gaan reizen. Ja, natuurlijk een droomdeal. Hij heeft dus in totaal 5 grote reizen gemaakt. Waar alleen van de laatste 4 in zijn reisjournaal verslag van is gedaan. De belangrijkste reizen is de zwarte. U ziet hem hier gaan. Belangrijk omdat hij voor het eerst echt de Oranje rivier ziet. Hier ziet u een tekening van Robert Jacobs expeditie als hij een tussenlanding maakt bij een Nederlandse boer. Want die Nederlandse boeren die waren al naar het noorden getrokken. Robert Jacob heeft daar in zekere zin de vruchten van kunnen plukken. Want als hij zich naar die buitengrenzen begaf, kon hij terecht bij die boeren. Die gaven hem dan gastvrij ontvangst. Hier ziet u een typisch Kaaps landschap met veel tafelbergen, veel erosie in het landschap. Dit ziet u hier ook terug. Die enorme leegte. En dan moet hij zelf zien te overleven. Hier is hij
in de Zeekoeirivier aan het jagen. De Zeekoeirivier is een zijrivier van de Oranje Rivier. En waarom heet die Zeekoei? Omdat daar zeekoeien in leven. En wat is een zeekoei? Dat is een nijlpaard. Het nijlpaard heeft zich voor Robert Jacob Gordon tot het ideale dier ontpopt om te schieten en op te vreten. De smaak van nijlpaard beschrijft hij als rookspek. Je zou het in een goed bord snert niet als nijlpaardenvlees herkennen. Nijlpaarden, heel lekker vlees, ook levensgevaarlijk. Kom je te water tussen een groepje nijlpaarden, dan word je aan stukken gehapt. Hij beschrijft hoe op een gegeven moment een van de jachthonden van zijn metgezellen met één hap door midden wordt gekliefd. Goed, er viel dus verschrikkelijk veel te leren in dat nieuwe continent. Je kunt Robert Jacob Gordon wel beschrijven als een jongetje in de snoepwinkel, als een alcoholist bij de slijter. Allereerst wilde hij dieren beschrijven. Robert Jacob was gek van dieren. Zoals hij dieren kan beschrijven, dan merk je dat er een poëet aan hem verloren is gegaan. Ik heb het al gehad over de heerlijke smaak van nijlpaardenvlees. Het betekende, en dat is het wat je zou kunnen zeggen, het paradoxale van wat Robert Jacob deed. Hij was betoverd door wat hij zag en wat hij wilde beschrijven en wat hij wilde meedelen. Maar om het te kunnen meedelen, moest hij het eerst kapot knallen. Want een nijlpaard laat zich niet in levende staat meten. Dat brengt de onderzoeker er niet levend vanaf, dus dat beest moet dood. Nou, en dan gaat Robert Jacob met mes en meetlint, gaat hij alles waar hij maar bij kan, gaat hij kapot snijden. Dus van buiten, maar ook van binnen. Hier ziet u, met die getalletjes, hoe dat dan ging. Hij heeft hier dus alles, het hele exterieur van een nijlpaard, heeft hij beschreven, opgemeten. Er zijn ook tekeningen van het interieur van het nijlpaard. Dat is helemaal geen leuke tekening. En maar uit dat interieur komt dit leuke wezentje tevoorschijn. De foetus, want dit is een moeder. Ook de foetus wordt gemeten, opgesneden en opgegeten. Volgend plaatje graag. Ja, hier ziet u dat de liefde van Robert Jacob Gordon voor Afrika, dat hij door de maag ging. Het was een onderwerp voor alle reizigers die Afrika en de Kaap aandeden. Heb jij al eens flamingo gegeten? Niet te doen. Flamingo smaakt olieachtig. Maar heb je wel eens struisvogel gehad? Aanrader. En moet je wel met een paard in volle galop achteraan, maar met een os haal je hem natuurlijk niet in. Neushoorn. Veel te taai. Dit is de Kaapse buffel. Eén brok bitterheid volgens Robert Jacob Gordon. Dit is het hartebeest. Kun je nog altijd in Afrika zien. Is nou heel erg beschermd. Robert Jacob ziet er op één middag 10.000 van rondlopen. Zeer goed wild, zegt hij. Net als dit, de Kaapse steenbok. Heel mals. Dit is de quagga. Een soort ondersoort van de zebra. Hij zegt, wel lekker, maar een beetje zoetachtig. Dus onze boeren houden er niet van. Maar de hottentotten vinden het heerlijk. En dan de olifant. Vooral de slurf. Als u weet dat in de olifantslurf maar liefst 100 spieren zitten. Die slurf is een delicatesse. En tijdens een van zijn reizen maakt Gordon daar kennis mee. En hij is verzadigd. En dan tijdens al zijn omzwervingen. Boven de Oranje Rivier. Eigenlijk in het huidige Namibië. Ontdekt hij, ziet hij voor het eerst het kameelpaard. En natuurlijk moet het dood, want anders kun je het niet meten. Maar het blijft niet goed. Dus hij stroopt dit prachtige dier, probeert de huid te conserveren
en het skelet. Nou ja, en dit is, hij heeft ook heel erg veel giraf gegeten. Dit is weer dat paradoxale. Wat je mooi vindt, dat vernietig je. De betovering van het exotische en tegelijkertijd het omzeep brengen ervan. Goed, Robert Jacob stuurt een compleet skelet in ongeveer 20 kisten naar Nederland om in het rariteitenkabinet van prins Willem V te laten zetten. Hij heeft ieder werveltje, duizenden bordjes, heeft hij genummerd, zodat de ontvanger gewoon zich keurig aan de voorschrift moet houden. Het bouwpakket zo, huppakee, naar het plafond kan opbouwen. Dus op basis van taal ontdekt Robert Jacob hoe de verspreiding van de oorspronkelijke bewoners over de Kaapkolonie zich ongeveer heeft moeten hebben voltrokken. Werkelijk heel erg pioniersarbeid was dat. Hij kon op basis van woordverwantschap kon hij laten zien dat in een bepaalde hoek van dat grote gebied de bosjesmannen en de hottentotten al veel langer met elkaar in aanraking waren geweest dan aan de hele andere kant van de Kaap. Geen enkele andere onderzoeker in zijn eeuw deed hem dat na. En dat had ook te maken met het feit niet alleen dat Robert Jacob zo verschrikkelijk ijverig was, want dat was hij natuurlijk wel, maar ook omdat hij communicatie belangrijk vond. Hij genoot van de omgang met de mensen. En daarom vond hij het ook zo erg dat in die buitengewesten die blanke boeren jacht maakten. Werkelijk als op springbokken, op kaffers en op hottentotten. Die mensen werden in drijfjachten bij het krieken van de ochtend uit hun kraal gejaagd. En werden dan met commando's, soms 50 man groot, soms 250 man groot, allemaal neergemaaid. Er werden hinderlagen gelegd voor de hottentotten en voor de bosjesmannen. Werden nijlpaarden afgeschoten. Bosjesmannen hadden altijd honger, kwamen naar die nijlpaarden toe. Blanken verscholen in het struikgewas. Zodra de families waren neergestreken om zich te goed te doen aan dat nijlpaardenvlees, hè, wat in een goede snert niet zou misstaan, werd het vuur geopend. En zo werden, in sommige zomers, werden honderden bosjesmannen en hottentotten en kaffers over de klim gejaagd. En Gordon vond dat verschrikkelijk. Dus een van zijn ambities was dus ook om te zorgen dat de blanke trekboeren die door die landhonger helemaal naar de buitengewesten van de Kaapkolonie waren gegaan, om te zorgen dat de verstandhouding tussen blank en zwart weer werd hersteld. Robert Jacob had het idee, als ik een gevoelige, hartstochtelijke brief schrijf aan de griffier, speelt hij dat wel door aan mijn idool, de prins van Oranje, en dan komt alles goed. Wat schreef hij onder andere? Ik wil naar de buitengewesten om te zien of enige der wilde chefs te kunnen spreken. He, dus de chefs, de kapiteins van de hottentotten en de kaffers. En om de dagelijkse massacre, dus bloedbaden, onder die arme schepselen te doen ophouden. Zij, dus de wilden, zijn zeer verbitterd op ons. Komen de boeren hun vee stelen en die trekken als op de jacht op hen uit en schieten mannen en vrouwen, wat zij vinden kunnen, dood. Zelfs somtijds kinderen. Doch meest nemen zij de kinderen mede om hen te dienen. En dat was nog zwak uitgedrukt, want er was een weelderige slavenmarkt. Mensen maken jacht op mensen. Gordon heeft er alles aan gedaan om dat een halt toe te roepen. Maar het is hem niet gelukt. Uiteindelijk had hij daar natuurlijk ook helemaal niet de bevoegdheid toe. Maar goed, Robert Jacob neemt zijn carrière serieus, breekt oorlog uit. Hij wordt de inzet van een rare competentiestrijd. Het is natuurlijk een loopgravenoorlog in de bestuurlijke Kaapstad. En Robert Jacob is al die tijd is hij buitengaats geweest, dus hij kent eigenlijk helemaal geen mensen die ertoe doen. Hij heeft bushmanship, zoals dat heet. Maar hij weet zich absoluut niet te handhaven in die veel ingewikkelder wereld van de Kaapse bureaucratie. Dus Robert Jacob is 5 jaar na het doen van zijn laatste reis eigenlijk al een beetje een bitter mannetje aan het worden.
Dan komt een Engels vlooteskader. De vijand van de Fransen, van de Franse revolutionaire en vrienden van, van prins Willem V, die komen de Tafelbaai binnengezeild. En Robert Jacob blijft trouw aan de prins. En hij pleegt verraad. Robert Jacob loodst de Engelse militairen langs de verdediging min of meer Kaapstad binnen. In de zomer van 1795 ondertekent Robert Jacob samen met de gouverneur de capitulatie van de kolonie, de Kaap de Goede Hoop, aan de Engelsen. En 25 oktober, dezelfde datum als we nu zitten, alleen wat later, horen omstanders uit het huis Schanderzicht, waar dat prachtige Naturalienmuseum van Robert Jacob stond, hoor ze een schot uit de tuin komen en heeft hij zich door het hoofd geschoten. Een heel droevig einde van eigenlijk een heel mooi mens die een tikje naïef was, te hoge idealen had. En ja, we vergissen ons allemaal wel eens. Dank u wel.